Een bijzonder begin van de dag voor leerlingen van groep 4 van basisschool De Achtsprong in Woerden. Gitsie, het is hier smerig, roept Jultje opeens. Moet je zien, overal spinnenwebben. Tweede Kamerlid Loes Eijpma kwam voorlezen. En dat betekende geconcentreerd luisteren en vol enthousiasme het boek induiken als nodig. Ik heb het boek voorgelezen, Dolfje Weerwolfje. De kinderen waren heel enthousiast en wilden graag meer horen ervan. Iedereen giechelt een beetje zenuwachtig. Het is dan ook een bijzondere rit die ze gaan maken. Het is de week van de alfabetisering. En op allerlei manieren wordt er extra aandacht gevestigd op laaggeletterdheid. 1 op de 9 mensen in Nederland die kunnen niet lezen of schrijven. Die kunnen hun kinderen niet voorlezen. En nou, met deze actie wil de Stichting Lezen en Schrijven daar aandacht voor vragen. Naast dat Eijpma voorlas werd er ook gewerkt aan posters. Leerlingen moesten opschrijven wat ze leuk en minder leuk vonden aan lezen. Maar hoe maak je lezen en schrijven nou altijd leuk? Wie kan iets bedenken? Ja, vertel het eens. En het was heel leuk om daar met de kinderen samen over na te denken. Ze zeiden bijvoorbeeld, kies een leuk boek uit, lees heel vaak. Ze bedachten zelf allemaal hele geinige dingen. Stichting Lezen en Schrijven roept anderen op om onder de noemer Tijd voor Taal evenementen te organiseren die het belang van lezen en schrijven kunnen benadrukken. Dit jaar vinden er dan ook bijna 4000 activiteiten plaats.